En het gaat zeker niet altijd goed. In de 104 jaar dat de race nu gehouden wordt, zijn er totaal 234 coureurs overleden. And we've still got McGuinness in third. Oh, that was a bit middly. Oh, and he says, yes, I saved that. So number 27, who is Gary Carswell. Gary Carswell almost slipped off the back. He's got his right hand slamming the throttle shut. Well, I'll tell you what, he'll be in for the pit stop for a quick change of underwear after that one. Wij staan hier bij een viertal motorfietsen en bij de eigenaar natuurlijk, Jappie. En jij hebt er vast wel een praatje bij elke motorfiets. Ja, nou, we kunnen beginnen met de Suzuki GT57 uit 1973. Ja, en die liefde is in principe begonnen met mijn broer, want die kocht zo'n ding nieuw. En dan met een trommel, die waren een beetje goedkoper. Tegenwoordig is het net andersom. Ja, ze hebben ze dus in twee uitvoeringen. Je hebt ze met een trommel en met een schijf. En zijn vriend die kocht dus één met schijf, want ja, die had, die kon wat meer lenen. En die poetste ik altijd. Vandaar de liefde voor dit model. En op latere leeftijd ga je eens nadenken over wat er toen was. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen. En deze heb ik al zeg maar een jaar of 18 in bezit. En helemaal gerestaureerd. En dus ook een nieuwe tanker op, uitdozen en dat soort dingen. En een nieuwe zadel. En ja, eigenlijk is alles zo'n beetje wel vernieuwd aan de motor. Alleen het motorblok is gewoon nog zoals het was. Alleen zeg maar de koppeling is vernieuwd. En de contactpunten. Maar voor de rest is het gewoon zoals het was. En het doet het prima. Zeer betrouwbare motors. Ik heb er ook nog een blauwe K en dan met een 3-in-1 uitlaat. Wat ze vroeger zo populair was. Ja, het probleem is met deze motorfietsen is dat de uitlaten, die zijn er bijna niet te vinden. En heb je ze wel, dan ben je een heel gelukkig mens. Maar het is een prachtige mooie motor. Voor die tijd vind ik een van de superbikes ten opzichte van de 157 en de Kawasaki 900 die toen kwam.
Ja, en de Yamaha dan, de TX57 kwam later nog. Maar, de schuimklapper? Ja, de schuimklapper, ja. Ja, maar goed, daar kun je met modificatie voor helpen. Hè? Ja. Maar ja, dit is gewoon super mooi om te hebben en ook om mee te rijden. Ik rijd op die blauwe, zeg maar, dat is mijn behuisfiets, daar rijd ik ja, eigenlijk best wel veel op. Ik denk wel een 1500 tot 2000 kilometer per jaar. Hij zit goed, hij rijdt goed, je kan er overal mee naartoe. En 67 pk is meer dan voldoende. Dat is mijn visie erop. Ik denk van de meeste wel. Hoe meer pk's, hoe gevaarlijker het wordt voor het rijbewijs natuurlijk. Hè? Want ja, je mag tegenwoordig nergens meer hard rijden. Het is allemaal nou ja, 60 en 80. Er is van de week net een nieuwe naked uitgekomen van Kawa. Ja. Met meer dan 200 pk op een naked bike. Dat is meer dan drie, nou, dat is drie keer zoveel. Ik kan je vertellen dat pk's heel mooi zijn. Ik heb ook auto's met heel veel pk's. En ik weet wat dat is. Dat is een gevoel, ja, dat is niet omschrijven. Ik heb ook een Hayabusa. En de Hayabusa die heeft ook heel veel pk's. Maar daar rijd ik ook maar twee keer per jaar op. Want het probleem is dat je niet je rijbewijs kwijt wil. Dat is gewoon het hele probleem. Hey, je mag maar 130 toch op de snelste wegen? Alsjeblieft. We gaan verder met de wankel, denk ik. Hè? De RE5. Nou, die kwam dus in beeld als superbike na de 57. Ze wouden echt een, ja, een superbike neerzetten. Nou, hij is aan alle kanten is hij natuurlijk verlicht. Hè? Aluminium velgen, voor en achter. Zo een zeg maar een kunststof koplamp om hem maar licht te maken. Want het motorblok is zo zwaar. Is op zich een heel uniek ding. Ik heb deze motor gekregen van Johan Kolen uit Zeist. En eigenlijk ter verdienste wat ik in principe voor de motorsport doe. Ik zit bij de commissie VHAC van de tweewielers en ik probeer dus alles te laten rijden met mijn commissieleden. Want ja, je weet milieu en wetgeving, noem maar op. De VHAC is de gesprekspartner van de overheid en wij proberen zoveel mogelijk nou ja, eraan mee te sturen dat het de goede kant op gaat. Deze wankel, daar is Suzuki bijna failliet aan gegaan. Ze hebben er een aantal gemaakt, ik dacht rond de 10.000. Maar toen zijn ze heel gauw gestopt, want de motor verkocht niet wat ze moesten verkopen. En toen is de GS57 gekomen, die staat hiernaast. De GS57 is ook een hele betrouwbare supermotor waar heel veel van verkocht zijn. Is eigenlijk de, nou ja, een cultbike fiets op dit moment. Er zijn er heel weinig van overgebleven in deze staat. Het is echt zeldzaam met 33.000 kilometer. Er zit een originele uitlaatzet onder, nou nooit meer te vinden. Dat is ook uniek. Ja, de motor op zich, ja, heeft een enkele schijf. Dat was de allereerste in die uitvoering. Toen, hè. De eerste kwam met een enkele schijf. Met een half jaar hadden ze al een modificatie met dubbele schijf. Maar goed, ik kocht toen de tijd ook een nieuwe. En ja, die had ook een enkele schijf en ook deze kleur. En je ziet de foto's er staan en de foto's, dat zijn de foto's van vroeger. Zo reed ik ermee. En eigenlijk geldt het ook voor de GT57, die foto's. Die zou je misschien ook even kunnen laten zien. Maar dat is eigenlijk ook de foto's van vroeger, waar ik vroeger dus woonde. Toen poetste ik die dingen dus. Toen was ik een jaar of 14. En je kan het zien als je in een Walstraat bent, nou, daar heb ik dus vroeger gewoond. Dat is bij mijn ouderlijk huis. Nou, dat was dat vergeet je natuurlijk nooit meer. En ik vond het leuk om de fotocollage even bij de motorfietsen neer te zetten. Van ja, ik heb ze, maar het heeft wel zeg maar een historie waarom ik ze heb. Maar ik ben altijd al Suzuki minded geweest, want ik ben eigenlijk na mijn eerste Honda al gauw op een GT500 begonnen. We gaan even verder met de GSX-R 1100. Ik had nog één vraagje over de GS57. De geruchten gaan dat het een kopie is van de Z1 900 van Kawasaki. Zelfde klephoek, zelfde boring. De blokopbouw is bijna hetzelfde. Nou, daar wil ik het wel over zeggen. Ik denk ook wel dat ze Kawasaki zo'n blok hebben genomen en wel uit elkaar hebben gehaald. En dat gekopieerd CQ verbeterd hebben. Dat denk ik wel. Daar hebben ze wel naar gekeken.
Maar het geheel ziet er heel anders uit dan een Kawasaki. Vind ik persoonlijk. Maar goed, dat me net... Hij is een beetje braver vormgegeven, zeggen ze dan. Ja, ik heb een Kawasaki 900 staan. Als je naast me zet, dat is toch wel anders. En braver. Ik vind het een prachtige motorfiets. En de tijdsgeest, hè. Ik bedoel, je had toch wel een bike, hè. Toen die kocht ik nieuw. Nou, dan had je wel een motorfiets, hè. Daarna kwam de 1000. Ja, die heb ik ook gehad. Nou, de 1000 is er geweest. Toen kwam die GSX-serie. Nou, en toen kwamen ze in 85 uit met de GSX-R-serie. En ik heb eigenlijk even een andere meegenomen. Dat is een 92er 1100. En dan in een Lucky Strike uitvoering. Er zijn er ooit 100 gemaakt. En dat is dan de 57 GSX-RW uitvoering van, ik dacht, 495. Er zijn 100 van gebouwd. Maar deze is in België gemaakt. En dit is een 1100. Dat is op zich heel bijzonder. En dit is een oliekoeler. Hier zal je niet zo gauw een tweede van vinden. Want dit is gewoon een beetje nagemaakt op Kevin Swans RGV 500. Hè, de racemotor. Dit is eigenlijk de Kevin Swans uitvoering en daarvoor de weg. Maar goed, ik vind hem tijdloos mooi en vandaar dat ik hem heb meegenomen. Ik denk, ja, veel mensen hebben ook wel een herinnering aan Kevin Swans. En dit Lucky Strike gebeurde ook op Assen, hè, met Snieder en Strooyer en met de sigaar, hè, de zijspan. Die werd ook gesponsord door dat merk. En ja, dat is op zich, vond ik dat leuk om mee te nemen voor de herkenning van het merk Lucky Strike, laat ik het dan zo maar zeggen. Dus... Dan, Is Kevin Swans ook niet de coureur met de meest gebroken beenderen in die sport? Ja, één van. Hè. Barry Sheen moet je ook niet vergeten. Die heeft er ook wel heel veel gebroken. Die is op zo'n TR57 verschrikkelijk hard onderuit gegaan op Daytona. Hij is ook verschrikkelijk hard onderuit gegaan in Engeland. Hij heeft ook van alles gebroken. Maar ja, hij is helaas niet meer onder ons. Maar Kevin Swans heb ik nog gesproken in Bikers Classic op Francorchamps. Waar ik dan race met een Nico Bakker GT57. Voorheen, nu niet meer. Ik heb er 14 keer gereden. Ik vind het evenement niet meer zoals het vroeger was. Dus vandaar de switch om het even niet meer te doen op dit moment. Maar goed, wat jij zegt, Kevin Swans heeft veel gebroken, ja, klopt. Volgens mij heeft hij een keer een race uitgereden met een gebroken been, toch? Dat zou me zo kunnen. Dat kan ik me zo niet... Dat weet ik niet over hem, maar het zou me zo kunnen. Want er zijn er meer van die mensen die heel lang door kunnen gaan, absoluut. Dat zijn inderdaad hele harde mensen, zeg maar. Dat was Jack Middleburg ook wel, hè? Ik bedoel, dat is ook iemand die de dood op de gladiolen. Ja, Jumping Jack. Ja, Jumping Jack. De dood is het geworden, helaas. Want het was natuurlijk een fantastische coureur. Hij gaf alles en met minder materiaal. Hè? Hij deed het met minder materiaal, maar supergoed presteren. En ja, daar kun je dat petje voor afnemen. We staan hier bij de motorfiets van mijn zwager. Het is een Triumph Bonneville, een van de meest gezochte motoren op het moment. Triumph is natuurlijk al een heel oud merk. Bouwen motoren al tijden, echt volgens mij vanaf 1920, weet ik niet zeker. Dit is de laatste met een olietankje. Type hierna heeft de olie in het frame. Dat is omdat BSA dat opgekocht. En die had een frame gemaakt met de olie in het frame. Ze dachten dat het beter was. Deze zijn meer gezocht omdat het een beetje authentieker is, denk ik. Het is nog net voor de... Deze is nog net gebouwd voor de ondergang van de Engelse motorfietsen. Honda kwam met een luchtgekoelde viercilinder schijfrem in het voorwiel. En die heeft eigenlijk een beetje alle Britse merken de das omgedaan. En dit is een van 69 en deze is verkocht in 70. Dus het is al een winkeldochter geweest. Hij heeft waarschijnlijk een tijdje te koop gestaan. Vandaar dat hij ook een jaar later pas op kenteken is gekomen. Ik vind ze helemaal te gek. Het is een hele mooie motor. Wordt nu ook een kapitaal voor gevraagd. Je ziet ze bijna niet meer. En het is...
Het heeft iets. Ik heb er volop gereden. Het is net een brommer die heel snel gaat. Maar verbazingwekkend hoe het dan nog stuurt voor zo'n oude motor. Dat is ook bijna, hij is nou 50 jaar, denk ik. Ik vind ze heel leuk. En een mooi verhaal is ook, als je hem laat lopen en je zet hem in de ene hoek van het hok. En je gaat naar de wc te plassen, je komt terug. Dan staat hij in een andere hoek van de loods, omdat het een parallel twin is. Dat betekent dat beide cilinders tegelijk op en neer gaan. En om de beurt ontsteking krijgen. En dat brengt natuurlijk heel veel schudden met hem mee. Maar dat is ook weer een beleving die dan wel weer heel, heel bijzonder is. Als je erop rijdt ook, het is best heel leuk. Nou, het technische gedeelte van zo'n motorfiets is natuurlijk best wel leuk. Ten eerste, wat heel anders is dan alle Japanse motoren en volgens mij de andere Europese motoren ook, weet niet zeker, is dat de schakelpook aan de rechterkant zit. Die zit bij alle fietsen ook nu nog aan de linkerkant. En de rem zit aan de rechterkant en die zit hier aan de linkerkant. Als je dus de eerste paar keer erop gaat rijden, dan trap je hem ook constant als je wil remmen een versnelling terug. Omdat je even moet omschakelen van, oh ja, het zit andersom. De nieuwe Triumphs, de herboren Triumph van nu, die heeft het wel aan de goede kant zitten. Ja, dat is even wennen. Als je van een Japaner afkomt en je staat hierop, dan dat is mij ook al een paar keer gebeurd. Dan zou je dus remmen en dan trap je hem versnelling terug. Hij heeft nog trommelremmen. De Honda begon, zei ik net al, met schijfremmen. Deze heeft nog gewoon trommels in die remmen, verbazingwekkend goed. De laatste trommelremmen zijn beter dan de eerste schijf, zeg maar. Maar ja, dat was natuurlijk wel een infiniteit, dus... Voor de rest, dit is een dubbele carburateur. De Trophy, als ik het goed heb, is ongeveer dezelfde motor, alleen die heeft dan één luchtfilter en één carburateur. En deze heeft er twee, aan elke cilinder één. Dus ik kocht een nieuwe brommer en dacht hiervoor gaat ze plat. Maar intussen had zij een auto gekocht, zo eentje zonder dak. En ik dacht, dit kan niet meer, wat moet ik nu nog doen? Ik heb maar weer mijn fiets genomen en ik lachte een beetje groen. Niet iedereen heeft de ruimte om een grote klassieke auto of een flink aantal klassieke motorfietsen neer te zetten. Dat gaat natuurlijk niet. Tenminste, niet bij iedereen. Maar wat je misschien wel kwijt kan, is een leuke bromfiets. En vandaag zijn we op de bromfietsbeurs in de Veemarkthallen in Sneek. Nozems. Niet opgevoed en zonder enig moraal. Dat werd vroeger tegen je gezegd. Nozems. Het werd uit elkaar geplukt. Hè. In Den Haag had je de bullen en de kikkers. In Amsterdam had je pleiners en dijkers. En de een reed op een poeg en de ander reed op een buikschuiver, een zoendap of een krijtler. En gelukkig, en we hebben het net al even gehoord, zijn er mensen die, zeg maar, die, ik zou bijna zeggen, dat cultureel erfgoed van die bromfietsen een beetje in stand houden. Of een beetje. In veel gevallen zijn ze mooier dan dat ze uit de fabriek zijn gekomen. Je ziet hier een paar hele mooie voorbeelden. Nou, Aprilia, dit is geen bromfiets, het is een motorfiets. Nou, die Krijtler hier zo, er staan een paar hele mooie Italianen. En hier staan nog een aantal Zundas. En ook daar zijn hele verhalen van te vertellen. Ik zou eens even iemand aan zijn jas trekken die zo'n Zundap heeft. Volgens mij bent u eigenaar van een van deze Zundaps. Die en die. Drie stuks? Ja. Zomaar. Huppakee. Waarom Zundap? Omdat het enige merk is wat goed is ten opzichte van anderen. Nee, dat is flauwekul. Vroeger had je een strijd tussen Zundap, Krijtler, Yamaha, noem het maar op. Maar tegenwoordig is het je matte de maride. Daar zijn ze voor. Nou, en daarom hebben we bij de club eigenlijk alle merken tot Thomas, tot Poeg bedenken. Maar ze staan er allemaal. Ik zie een paar hele bijzondere. Deze die kende ik alleen van plaatjes.
Dat is een damesmodel wat gemaakt is in 78 en 79. Er zijn er verschillende typen van. ZD 10, 20, 30 en 40. Je hebt ook nog ZL. Automaatje? Nee, die zijn er wel, maar die zijn heel zeldzaam. Okay. Dit is gewoon drie hand, maar je hebt ze ook met drie voet. Okay, dus de dames moeten gewoon meeschakelen? Ja. Okay. Alleen deze heeft er nog iets anders. Deze heeft terugtraprem, maar dat zie je niet heel veel. Nee. Vandaar terugtraprem? Jazeker. Het moet niet gekker worden. Hè? Nee, sorry, okay. Je ziet hier het pedaal niet. Bij andere brommers zitten pedalen. Hier zitten met een terugtraprem. Ja. Zo je moeten remmen. Okay. Geforceerde koeling zie ik? Die twee wel, ja. Die niet. Oké, okay. Kun je een beetje uitleggen wat geforceerde koeling is? Want wij weten het waarschijnlijk wel, maar de kijker niet altijd even makkelijk. Geforceerde koeling, dat heeft te maken dat er op het vliegwiel dat daar een schroepenrad zit, wat ronddraait, wat lucht verplaatst. En door de kap die er overheen zit, wordt de lucht verplaatst over de cilinder heen. En als je naar een andere kijkt met rijwind, dan zit die gewoon... krijg je gewoon rijwindkoeling. Rijwindkoeling, die heeft dus ook meer koelrib in veel gevallen. Ja. Oké, okay. Even iets over die nozems, want dat vind ik er ook niet. Dat lijkt me toch een heel stadsbegrip, hè? Nozems. Nee, nee. Dat kan deze man heel goed uitleggen. Ik ben voorzitter van de Friese Nozems. Oh, voorzitter, dus het is een hele echte vereniging. Ja, en we zijn een officiële vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Oh jee. En we hebben een akte op laten maken bij de notaris. En wij zijn de oprichters daarvan. In principe kan iedereen daar lid van worden of moet je aan bepaalde eisen voldoen? Nou, je hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen. Je moet wel gezellig zijn. En bij onze club is het, je bent niks verplicht. Nee. En we hebben nu 40 leden. We hebben in principe gezegd, we hebben een ledenstop. Want we willen wel iedereen kennen. Ja. Hey, je hebt ook bromfietsclubben, die zijn heel groot. Ja? Nou ja, wij willen niet zo heel groot worden. Nee. Dus, ze komen wel eens bij mij langs als het mooi weer is. En 140, 150 bromfietsen, dat is in de regel een uitzondering. En bij jullie houdt het bij 40 op het moment? Nou, qua leden. Leden. Kijk, Nee. Ik sprak net ook al iemand die had drie bromfietsen. En die had hier ook staan. Ja, klopt. Ik heb ook meerdere en Harry heeft ook meerdere. Okay. Ja. Dat zijn niet allemaal Zundap, begrijp ik. Nee, bij onze club is niet merkgebonden of zo. Nee. Het is gewoon iedereen die dezelfde hobby heeft, ja, die kan zich aansluiten. Ja. En we hebben gezegd op een gegeven moment, we stoppen eerst even, we willen iedereen kennen. Ja. Dat vinden wij belangrijk. Ja. Dat lijkt me ook inderdaad het allerleukste. VN-DAP. Ja, ik kom uit Heerenveen, hè? En in het Fries is dat Veen. Ja. Ja. Dus ik heb er een VN-DAP van gemaakt. Ja. En, ja, weet je, je maakt hem zo als je hem wil hebben. Ja, hij is gecustomized, ik kan het al alles wel zien. Hij is gecustomized, ja, klopt. Ik vind hem heel mooi, ik kan niet anders zeggen. Ja. Werkelijk waar. Ik heb ook mijn best gedaan hoor. Ja. Dus, maar ja, alles in samenwerking met mijne. Ja. En mijn is wel de steun en toeverlaat ook. Het Famel, dat ben ik ook dus tegengekomen. Wat is dat? Dat is een Portugese Sundap. Op een gegeven moment was de originele Sundap, fabrieken zijn gestopt. En Famel die heeft dus de blokken overgekocht. En die is dus dat Sundap gaan promoten, gaan maken. Dus dit is een nieuwere Sundap. Een moderne? Ja, moderne Sundap. Ja, klopt. Maar wel de oude technieken gewoon onder. Ja, oké. Okay. Ik zie iedereen met een ja, race. Die is van mijne. Die is van mijne. Oké. Okay. Vertel die. Dankjewel, vriend. Ja. Dan ga ik even hier naartoe. Vertel die eens wat. Want dit is echt... Echte Duitse dit is. Ja. Een 570 model. 570, ja. Oké. Okay. Dit is een gegoten model. Is het. Ja? Is één functie. Ja. En de rest die hangt erachteraan. Die van Harry is meer van buizen opgebouwd. En dit is echt een compleet oud frame. Een platenframe. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, geweldig, want die heb je ook echt wat aan gedaan. Ja. Het lijkt wel een Rickman Kuip, dat is het natuurlijk niet. Nee, het is een echte oude Kuip. Is het. Oh, ja. Waren die te koop? Als je een hele Kuip. Oké. Okay. Nee, het zijn wel te koop hoor. Ja? Oh, ja. Moet je zoeken. Nee, ik weet niet, ik ben van dit merk. Ja, die is ook van mij. Deze is ook van mij. Die is van mijn vrouwtje. Oké. Okay. Dit is een hele oude, deze is 51 jaar oud. Zo, oké. Okay. Ja, er zit een Haags pookje. Ja, ik weet het. Heb je vroeger in Den Haag? Ik ben Haagenezen. Oh, nou, dan weet jij er helemaal over. Ik zal niet zeggen dat ik ze uitgevonden heb, maar in ieder geval op zijn minst verbeterd. Nee, maar ook dit, hè? Ja. Zet je gereedschap in en in mijn geval de lidmaatschapskaarten van al die clubs. Ja. Anders mocht je er niet in. Ja. Dit is een Poege Maxis van mijn vrouwtje. Ja. Nou, gelukkig ook een lekker een heleboel aan gedaan. Ja, een soort kerstboom van maken. Daar heb ik me helemaal in uitgeleefd. Ja, ja. Dat begrijp ik me. Met beenschilderen en zo van de Honda, dacht ik. Nee, Batavus. Oh ja, staat de notabene, daar staat er nog op ook notabene. Ja. Ja. Ah, en de Screaming Eagle. Ja jong, ja, alles zit erop. Een mooi plastic glaasje van de motor. Ja, helemaal goed. Ja. Joh, wat leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, mooi hè? Ja, leuke hobby hoor. Ja, absoluut.
Ja, het is, helaas heb ik er te weinig tijd voor. Op de... Ja, daar moet je tijd voor maken. Ja, dat, ja. Natuurlijk. Ja. Dat vind ik nou leuk, hè? Een helm met pompenblaren. Het is niet helemaal nieuw, hoor. Want zeg maar, zo'n kleine 45 jaar geleden in Den Haag had ik al een rood met groene helm. En daar kon je zien dat ik uit het Laakkwartier kwam. Maar niet helemaal, er zat een vossenstaartje aan. Maar deze is heel mooi. En hier heb je dan de Azzurro, zeg maar, met Italiaanse kleuren. Dus als je inderdaad een Italiaanse motorbromfiets hebt, dan is zo'n helm natuurlijk, ja, dat hoort er een beetje bij. Nou dacht ik toch even van een afstand te zien dat het een Simpson was. Een DDR ding. Maar er staat iets op als Monarch of zo. Monarch. Geen idee. Die meneer, oké. Okay. Die kan er vast wat meer van vertellen. Daar gaan we eens even naar vragen. Een Monarch dus. Ja, ja, en ik hoor net dat hij uit Zweden komt. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Met een JLO-blokje. Ja. Zeg maar, en die hebben gewoon... zeg maar, in de tijd hebben ze brommers voor de Nederlandse markt gemaakt. Zoals meer brommers uit Duitsland kwamen. Ja? Ook uit die kant vandaan. Dus heeft hij iets met Husqvarna te maken of niet? Nou, niet dat ik weet. Dat, vroeger zei ik niet. Ze hebben natuurlijk wel een heel aparte tankje. Ja. Hier onder de zadel. Leuk zeg, met zo'n lekveeltje nog te doen. Ja. En de JLO-blokjes, ja, die waren ook onder heel veel brommers gemaakt natuurlijk door de jaren heen. Die zijn zo betrouwbaar als de rots van Gibraltar. Ja. Wat leuk. Dan heb je hier ook waarschijnlijk je gereedschap nog een beetje bij. Ja, ja, daar komen we bij. Ja, klopt. Ja, ja, voor jou was je, kun je onderweg sleutelen, ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ik vind het een hartstikke... Ja, ik ben heel aparte brommers en daarom heb ik hem ook. Maar ja, een aantal jaren heb ik al die brommers en op een moment is het loos, op een moment wordt het erg vol in huis. Ja. Heel onbeleefd. In eerlijke zin, ik zou gelijk bij zeggen, ik ga hem niet aanschaffen. Maar wat is nou de vraagprijs voor zo'n... 1400 euro. Ook. Oh, nou, dat is toch, alles is redelijk lijkt me. Ja. Ja, ja, dat lijkt me heel redelijk. Ja. Ik heb... Maar kijk, als je weet restaureren van een brommer, het spuitwerk, het vergromen, ja, dat als je dat dan gaat rekenen, nou, met restaureren is niet, moet je niet doen voor de winst. Dat moet je zien als hobby. Ja, dat is ook zo. En niet om aan een brommer te verdienen, maar het is gewoon een nostalgie, wat gewoon heel leuk is. Dat hebben we al een paar keer gehoord. Ik zie daar een blokje op die Italiaan zitten. Het lijkt me heel sterk op een Benelli-blokje, en dat is het dus niet. Het is een Minarelli. Morini. Italië vandaan. En dat was mijn eerste brommertje dat ik in 98 begon met de brommertjes te verzamelen. Ja, oké. Toen liep ik op de beurs in Herengewaard en toen was ik ook een stukje jonger, 20 jaar terug. En toen begon de nostalgie een beetje, dus ik denk van nou, ik wil een brommertje. En er zat hier nog een snerpertje op, maar daar mag je tegenwoordig niet meer mee rijden. Nee, je mag zoveel niet. Een beetje het Jan de Vries geluid. Ja. En dat geluid vond ik prachtig, dus die heb ik toen gekocht. Ja. En daar heb ik mee gereden, maar ja, toen op de club. De bromfietsclub was er gauw van te veel lawaai, dus toen heb ik er een ander uitlegje op gezet. Voor de rest heb ik er nooit wat aan gedaan en dat loopt gewoon prima. En deze is van 72 of zo, daar in de buurt? Ongeveer, ik weet niet exact het jaar. Kijk, want hier staan die stickertjes op. In die tijd hebben ze dus nog die prijzen gewonnen. Dus het moet naar 72 zijn. Ja. Oké, okay. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, ik kan me herinneren, ik mocht zelf vroeger ook nog een Benelli hebben. Die had dezelfde gouden kleur. Ja, ja, ik herken dat blokje in die voorvork een beetje. Ja, ja, dat kocht ze allemaal bij één fabriek. Ja, dat denk ik. Ja, er is in Noord-Schouwouw, over een paar maanden, is een hele Benelli show van allemaal Benelli brommers. Oh, okay. Van de jaren 60 allemaal, die dingen, die blauwe met die kleuren en dat rood. Ik weet van iemand die organiseert dat. En dat is allemaal Benelli's. Als je nou zegt, dan heb ik nostalgie van een keer daar en gaan kijken. Oh, dat is inderdaad wel de moeite waard. Allemaal mooie brompietjes. Ja. Daar moet nog ergens een wrak van staan. En dat is een Yamaha FZ uit 1972. Ja. En dat noemen ze ook wel de Ludy Beumer type. Ja. Dat is een heel verhaal, zit eraan vast dat hij voor onderdelen met de Japanners gezorgd heeft dat er onderdelen bleven van de toen de tijd. En wat snellere dingen. Ja. En zodoende heb je de bijnaam gekregen van Ludy Beumer. Dat was eigenlijk een vertegenwoordiger bij Yamaha Nederland toen de tijd. Oké. Ja. Ja, die waren heel populair, hè? Ja, Yamaha FZ. In 1970 kwamen ze op de markt in Nederland. Met de Kenny Orange typetje. Het P'tje noemen ze hem ook tegenwoordig wel. Ja. En zo binnen de jaren heen modellen geweest. Tot 1981 kwamen ze met een Sheriff, dat is een beetje een off-road modelletje. Ja, zwarte, ja, dat was een heel leuk ding. En toen binnen een paar jaar niet geweest, hebben ze het nog geprobeerd in 86. Met de 2 RU in rood en blauw. Ja. Maar de klad zat in de brommer. Ja, dat is een beetje gebeurd. Het allemaal minder. Het is nu voor een heel groot gedeelte hobby. Ja. Hey, hartelijk bedankt voor de informatie die je gegeven hebt. Ja. Een Bereila. Een echte Bereila tweetakpomp. Bereila werd de fabriek stond in Bedum in Groningen. En dat was een hevelpomp. Dan kon je doseren. Dus hoeveel tweetakolie dat erbij moest. Nou, in de meeste gevallen was het uiteindelijk op 25. Op een gegeven moment werd dat zelfs nog wat beter. En dan moest je hevelen met zo'n ding. En dan ging hij omhoog en dan had je op een gegeven moment
2 liter. Nou, 2 liter had je je brommel in de meeste gevallen wel aardig vol. Ik kan me nog goed herinneren dat bij een tankstation in Arum, dat daar ook zo'n 2-tak pomp stond en dat er iemand last kwam met een Wartburg. En in een Wartburg gaat gewoon 35 liter 2-taktolie. En hij zei tegen de goede man, vol pompen. De goede man heeft geloof ik 3 kwartier staan pompen aan de klote ding, voordat hij eindelijk die auto helemaal vol had. Maar het neemt niet weg dat het een hartstikke leuk en decoratief apparaat is. Een Birella pomp, ik vind ze echt heel leuk. Leuk in een mancave. Ja, trouwens hele leuke vintage bromfiets is dit. Bianchi's. Is dat Zwitsers? Dat dacht ik al. Nou, dat Italiaans, Zwitsers, Anculotto, geen idee. Ja, een tank van een Parilla. Je zal maar zo'n ding hebben en dan nog op zoek zijn. Jongen, jongen, jongen. Een Dem. Ja, legendarisch. Dan heb ik er wel een prachtige bestikkering zit er ook op. De kleuren zijn ook zo mooi. Tornado rood. Gelukkig zijn er nog mensen die stickers namaken. Want als je zo'n ding inderdaad gaat restaureren, dan blijft er op zo'n sticker blijft het hangen. En dit is een Negrini. Oh, als ik dan... Het waren geen hele beste bromfietsen, weet ik, die Negrini's. Maar wat zijn ze mooi. Rank, slank. Het zijn net mooie Italiaanse vrouwen. En dan, alleen ja, die zijn dan niet geel in de meeste gevallen. Maar wat maakt het uit? Prachtige, prachtige bromfietsjes. Nog niet zo gek lang geleden waren er maar een paar in Nederland. En nu zie je ze steeds meer. Ze worden op de een of andere manier nog steeds geïmporteerd.